gewonnen. Een K-cross, korte cross. Voor jou altijd een leuke manier om de winter door te komen? Ja, ja precies. Korte cross, maar voor mij best lang. Dus 2,5 kilometer. En dus inderdaad gewoon leuk om tussen je wintertraining door te doen. Ik zag je de eerste ronde. Ik denk, nou, het gaat er nog om spannen. Ja, nou, we gingen niet heel hard van start. Dus dat ging wel lekker. Maar dat we de grote ronde ingingen, begon Leslie eraan te sleuren. En toen werd het wel zwaar, ja. Hoe is het mentaal? Ja, goed. Ja, goed. Je hebt natuurlijk toch een seizoen gehad dat je denkt van ja, het was wel teleurstellend. Ja, natuurlijk was enorm teleurstellend. Dat is nog steeds wel zo als ik eraan terugdenk, maar ja, op een gegeven moment moet je ook wel weer nieuwe doelen stellen en weer doorgaan. Je hebt ook andere doelen, hè? Je bent bezig met je studie. Hoe belangrijk is dat? Ja, ik heb nog 1 jaar van mijn geneeskundeopleiding. Dus ik loop coachschappen nu. Ik wil dat nu gewoon afmaken. Dus ik heb nog 1 jaar te gaan. En ik ben er al 8 jaar met die studie bezig. Dus het wordt nu wel een keer tijd dat ook afgemaakt wordt. Ja, ja je vergt veel van jezelf. Hè? Want die studie is natuurlijk ook iets wat heel veel energie kost. Daarnaast wil je een carrière als topsporter altijd balanceren. Ja, precies. En het is altijd de keuze maken van welke van die twee staat nu op 1. En dat is de afgelopen jaren altijd topsport geweest dat op 1 stond. En dat is, dit jaar draait dat eventjes om. Het is nu gewoon eerst mijn studie afmaken. En ik blijf zo hard mogelijk, zo goed mogelijk trainen. Maar al binnen de grenzen die ik mezelf leg, ja. Ook gekozen voor een andere trainer? Ja, ja. Frans Thuis? Ik ben nu bij Frans Thuis, ja. De oud-trainer van Ellen van Lange. En ja, het bevalt heel goed. Het is heel leuk. Ja. Liep dat lijntje zo via Ellen dat je bij hem terecht kwam? Nou, het lijntje liep eigenlijk gewoon dat ik in de pers ineens zag dat hij trainer werd. En dat ik op zoek was naar een trainingssituatie in Amsterdam vanwege mijn studie. Dus dat kwam precies op het goede moment, ja. Hoe lang werk je nu met hem? Sinds oktober. Dus nog pril. Ja, prille relatie. Maar hoe is het? Is de klik er al? Ja, zeker. Ja, het was spannend natuurlijk, want we kenden elkaar eigenlijk niet. Maar het ging heel snel. We hadden een eerste gesprek om te peilen of we het allebei leuk zouden vinden. En 2 dagen later stonden we samen op de baan. Dus het klikt goed. En het is heel leuk om met hem samen te werken. Ja. Legt hij de lat ook hoog of hoe zit dat? Nou, voor dit jaar nog niet. Dat is natuurlijk, je moet natuurlijk samen een lat neerleggen. Je kan niet zelf de lat ergens leggen en dat je trainer hem nog naar boven legt. Dat werkt niet. Dus hij staat ook volledig achter mijn keuze om nu gewoon eerst mijn studie af te maken. Maar we kijken wel stiekem al wel een beetje verder ook natuurlijk, dat wel. Zit er nog een indoor aan te komen? Nou, ik denk het niet. Nee, het is, ik heb ook net tijdens de 2 maanden van het indoorseizoen wel een zwaar coachschap. Met veel nacht- en weekenddiensten. Dus ik denk dat niet heel lekker te combineren valt met een eventueel indoor toernooi. Nee. Dus het is gewoon eerst nog eens even rustig kijken of je de balans vindt en daarna de nieuwe doelen stellen. Ja, eerst dit jaar gewoon lekker genieten van mijn studie en van de trainen ook. En ik zie wel wat er komt en dan daarna weer verder. En van het leven, hè? Precies, dat moet sowieso, ongeacht welke keuze je ook maakt, dat moet het belangrijkste argument zijn. Goed zo, Yvonne. Wens je nog een fijne dag hier. Ja, dankjewel. Hetzelfde.